Vroeg in de morgen komen agenten aan ter plaatse in de Marmerstraat. Ze treffen een vrouw van 37 aan, volledig bebloed. Haar gezicht helemaal opgezet. Haar handen zijn geboeid voor haar lichaam. Ze treffen ook een jongetje aan in een afgesloten koffer. Die koffer bevindt zich in de berging. De man en de zwaargewonde vrouw kennen elkaar niet. Het zijn echt wildvreemden voor elkaar. Hij heeft haar geslagen en in het gezicht gestoken tot aan gezichtsvlies aan toe. Ze is ook meermalen buiten bewustzijn geraakt. Amper bij kennis, zwaar gewond en geboeid op een bank liggend, wordt zij door hem verkracht en voor dood achtergelaten. Het jongetje dat in de koffer is opgesloten is ook ernstig hoofdletsel toegebracht. Ook dit weerloze kind heeft daarvoor dood achtergelaten in die koffer in een afgesloten berging. Volledig kansloos om daar zelf ook maar op enige manier uit te kunnen komen.